apparatuur is doorgevoerd. Al onze apparatuur is ook dat kleurtje blauw zo'n beetje. Dat is dus de hoes van de laatste Vandenburg LP. En dat is tevens het enige schilderij uit de hele reeks waar ik een beetje tijd in heb kunnen steken. En waar ik dan ook tevreden over ben. Vooral omdat ik nogal realistisch probeer te schilderen. Is het eigenlijk het enige geintje wat je uit kan halen met die dingen. Want anders zou het in feite zit je alleen maar een foto na te doen. En dat lijkt me niet leuk. Ik wil het echt zo fotografisch mogelijk doen, maar dan iets wat dus niet mogelijk is. Maar je vindt helemaal niks terug van de muziek, hè, in jouw schilderijen? Op een of andere manier heeft een dergelijk sfeertje af en toe nog wel eens wat te maken met bepaalde vormen van hardrock, maar... Leg eens uit. Ja, niet in de, ik moet inderdaad zeggen, niet in de teksten in ieder geval van onze vorm van hardrock is het zoiets terug te vinden. Je hebt wel lui als groepen als Ronnie James Dio en Iron Maiden die zich in de teksten met dat soort taferelen bezighouden. Elton John, Crocodile Rock. Ja, dat is toch iets vrolijker hoor, eigenlijk. Hebben ze al geld geboden voor schilderijen? Ja, dat wel. Er worden altijd varianten. Noem eens wat. ik weet niet of het verstandig is. Bedrag maar... en schilderij. De man en het paard. Nou ja, ik hou het niet zo van een bedrag te noemen. Want dan komen allerlei mensen in één keer misschien op allerlei ideeën en zo. Maar... waar hoop je ooit nog dat ze komen te halen? Nou, ik heb het nou al bereikt dat ze bij mijn ouders thuis hangen, dus dat is wel wat.